Wat mogen wij weten voor de single tweelingen? Vandaag de Sacred Destiny Orakel deck. Kan van alles zijn. Persoonlijke ontwikkeling, liefde, kameraadschap, wat het dan ook is, werk. Wat mogen wij weten voor de single tweelingen? Wijsheid. Ik denk dat je gaat verdiepen, want je ziet hier een zeemeermin de diepte in springen. Ik denk dat je verdieping zoekt. Kan zijn verdieping in een relatie. Kan zijn dat je dus niet meer friends with benefits, maar dat je verdieping zoekt in een relatie. Of je gaat je verdiepen in jezelf. Wat is mijn oorsprong? Of je gaat je verdiepen in bepaalde hobby's. Kan van alles zijn. Wat mogen wij nog meer weten? Dat is een algemene reading tenslotte. Waar vinden wij die verdieping in, zodat wij richting wijsheid kunnen gaan voor die tweelingen? Je gaat misschien meer de dialoog aan. Je gaat zeggen waar dat op staat. Je gaat die grenzen kenbaar maken. Je gaat heel duidelijk communiceren. Wat wil je wel, wat wil je niet? Misschien leer je ook communiceren, zodat je dus een influencer wordt of anderszins iets met spreken. Misschien ga je luisterboeken inspreken. Je hebt verschillende keuzes richting de toekomst op het gebied van spraak. Misschien ben je wel een tolk, vertaler. Maar duidelijk maken hoe jij je toekomst ziet. Duidelijk maken wat jouw wensen zijn, wat jouw opties zijn. Nu je weet wat je wil. Het kan zijn dat dat je daar angstig voor bent. Omdat je nu de diepte ingaat qua emoties. Maar ik denk dat je weet van, ik wil de diepte in. Voor sommigen is dit de diepte ingaan met een bepaalde relatie. Dat je dus communiceert van, ik zie toekomst met je, maar laten we het rustig aandoen, want dit is ook nieuw voor mij. Misschien ga je wel switchen van oppervlakkig naar diepte en wil jij die verdieping voelen in een relatie, dan moet je daar open over zijn, andere keuzes maken richting de toekomst en misschien dat je dat een beetje, dat je daar nog onwennig in bent. Met die 9 van zwaarden. Het kan zijn dat je te veilig dacht. Dus dat je het zocht binnen een bepaalde kring. Dat je dat uit mag breiden. Of dat je alsmaar in kringen hebt vertoefd. Waar losbandigheid was. Of friends with benefits. En dat je nu zoiets hebt van dat wil ik niet. Ik wil echt voor echte liefde gaan en ik wil niet meer alleen maar een gezellige tijd hebben. Ik wil een gezellige tijd hebben, maar ook echt de diepte ingaan met iemand. Ja, ik ben op zoek naar een partner, een toekomstpartner, iemand met wie ik een toekomst kan opbouwen. Dus dat is een verandering in jou die je aangaat, ook al doe je dat met knikkende knieën. Maar ga iemand leren kennen, ga op date, ga leuke dingen doen. En je hoeft niet meteen, hoe zeg je dat, te trouwen of aan een kind te beginnen. Je kan gewoon met elkaar, ik weet niet, misschien wel een jaar, anderhalf jaar daten. En het hoeft allemaal niet zo snel. En je gaat een nieuw portal door. Je durft nu je nek uit te steken voor meer risico's te nemen. Want ja, friends with benefits, dat is niet echt risico nemen. Dat is gewoon een lang levende plezier. Dan hoef je niet te investeren. Dan hoef je elkaar niet te leren kennen. Dat is lekker makkelijk. Van elkaar afrollen en klaar. En nu moet je moeite voor elkaar gaan doen. Dan moet je gaan communiceren. Je moet duidelijk weten wat je voor je toekomst wil. Je moet op date gaan. Maar uiteindelijk wil jij verder. Jij hebt behoefte aan meer diepgang in je relaties. En dus dan zal je daar ook een andere benadering in moeten
gaan maken. Hè? Jij wil duidelijk kiezen voor de liefde. Aantrekkingskracht. Maar meer dan aantrekkingskracht. Hè? En je vindt dat misschien eng. Misschien vind je het eng om verliefd te worden. Misschien vind je het eng om jezelf bloot te geven. Hè? Dingen over jezelf te vertellen. Je moet daar een beetje je wegwijs in worden met de hermiet. Dus je moet zelf kennis krijgen. Je moet weten van wat je wel of niet zegt. Je wil ook niet op een eerste date hopeloos overkomen. Inzichten krijgen, vallen en opstaan en ook investeren. Kijken van niet te gretig, maar ook niet te losjes. Die matigheid erin krijgen. Een nieuw gebied leren kennen. Je weet nu in ieder geval wat je wensvervulling is. Jij wil een relatie, jij wil de diepte in. Maar nu nog erop uitgaan. En kijken hoe het bevalt. En kijken van aan wie kan ik loyaal zijn met dat hondje. En bij wie voel ik me het prettigst om oud te worden. En met wie zie ik op één lijn. En met wie heb ik gezamenlijke interesses. En met wie zie ik mij oud worden. Dat is de vraag. Wat is het advies voor de mensen die hiermee resoneren? Weet dat je beschermd bent, want het is vallen en opstaan. Jij bent die boom, jij staat nog in groei. Hè? En dit is een uitdaging voor jou. Je wordt uit je comfortzone getrokken. Je bent jarenlang gewend om die vrijgezel te zijn en erop los te feesten. En nu wil jij die verdieping in. En misschien heb ik wel een beetje koud watervrees, maar het... Weet dat je beschermd bent, dus dat jou niks kan gebeuren. Dus ga ervoor. Durf risico's te nemen. Dus durf je nek uit te steken. Durf ervoor te gaan. Ook al doe je het met zweethandjes. Of vind je het spannend. Of heb je het gevoel dat er op een gegeven moment bepaalde verwachtingen zijn. Aan de andere kant, omdat je voor de zoveelste keer elkaar ziet. Maar durf risico's te nemen. En weet dat je geen buil kunt vallen. Dat je er alleen maar van kunt genieten. Dat je zegeningen uitkomen. Hè? Dat het je gegund is, die ware liefde. Maar dan moet je daar zelf ook voor open durven staan. Het is een nieuwe reis met Voyage. Je bent niet meer een walrus, een kleine walrus. Je bent het vrije leven ben jij ontgroeid. En je wil richting een relatie gaan, dus je wil... die vastigheid, je bent toe aan een nieuwe fase in je leven. Misschien vind je ook wel van dat het uitgaansleven en die losbandigheid, dat die niet meer bij je past. Maar dat je zoiets hebt van, ik wil lekker de rust opzoeken. Prima als we eens een keer naar de film gaan of uit eten of een keer lekker inderdaad met de beentjes van de vloer. Maar niet ieder weekend meer. En ik wil ook de rust vinden in een relatie. En ik wil ook daarin een vriend of een vriendin vinden. Of een partner die in ieder geval ook er is wanneer ik het moeilijk heb. Met alles over alles kunnen praten. Misschien eens een keer ook een dagje of een weekendje weg. Of misschien met elkaar op vakantie gaan. Ja, en dat zijn allemaal dingen die je niet doet als vrijgezel. Of als
ja, als single die zeg maar alleen maar connecties aanklikt voor de fun en voor friends with benefits. Dus ja, dat is even een switch die hem gaat maken. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.